wordt aangetroffen in de discotheek Donk. Voorlopig onderzoek wijst uit dat de schedel van het slachtoffer is verbrijzeld. Commissaris van politie wilde geen verdere mededelingen doen. Heemskerk. Dat de streek geterroriseerd werd door een mysterieuze 136 slachtoffers. Aan de moordgolf kwam 2 jaar geleden een einde. De zaak werd besloten. En de moord hier vannacht op Niels van Schie voedt nu de geruchten dat de seriemoordenaar nog steeds op vrije voeten is. Jullie hebben een ontzettend gave film gemaakt. Hoe heet de film? Carnivex, zonder L. Waar gaat de film over? Dat is een goede vraag. Nee, het is een horrorfilm. En het gaat over een vriendengroep waarvan alle vrienden 1 voor 1 worden afgeslacht. En een van de vrienden gaat op zoek naar wie de moordenaar is. Dat klinkt lekker. Het klinkt, het is heel doorzichtig. Het is lekker simpel. Dus een klassieke slasher horrorfilm. En de film speelt zich af in een dorp. Waarom Heemskerk? Ja, dat is eigenlijk de geboortestad van ons allebei. En wat is er leuker dan om in je eigen geboortestad een film te maken? En het is hopelijk niet gebaseerd op een gebeurd verhaal? De geschiedenis in de film is dat er 136 moorden zijn gepleegd. Dus ik hoop niet dat dat waar is. Nee. En hoe zijn jullie begonnen met de film? Ja, dat is alweer een hele tijd geleden. Ongeveer 10 jaar. Ik ken Bart van de middelbare school. Toen maakten we eigenlijk altijd al korte filmpjes. En we skateboarden heel veel samen. Zijn gewoon goede vrienden. En toen kwam het idee om een echte film te maken. En dat hebben we gedaan. En dat is 10 jaar voor nodig geweest? De opnames hebben 2 jaar geduurd. En het was ook nog wel wat tijd in de pre-productie. Maar in de postproductie is er heel veel misgegaan. Dus toen is op een gegeven moment hebben we het een beetje laten liggen. Een paar pogingen gewaagd. En eigenlijk sinds, denk ik, 4 maanden geleden was echt gezegd, oké, nu gaan we echt van de schouders eronder en wat geld erbij. En nu hebben we hem af kunnen maken, eindelijk. Heemskerk is weer veilig, meneer. Jij hebt meegewerkt aan de film. Wat heb je gedaan? Ik heb de video-editing gedaan. 10 jaar lang? Nee. Ik heb het toen samen met Peter, de regisseur, 6 maanden aan gewerkt. Ik had helemaal niet meer verwacht dat die eigenlijk nog af zou komen, want het is alweer 5 jaar geleden. Dus voor mij is het eigenlijk een complete verrassing dat die ook daadwerkelijk af is gekomen. Vind je het dan niet spannend om nogmaals eigenlijk naar jouw gemonteerde film te kijken? Ja, ik ben heel benieuwd wat er van geworden is. Er zijn nog wel wat veranderingen gedaan achteraf. Dus ik ben zelf ook heel benieuwd. Mijn vrienden zijn misschien in gevaar. Kom, er gebeurt hier nooit wat. Het is gewoon een saai kutdorp. Hoeveel mensen meegewerkt hebben, is iets van rond de 300. Maar het zullen niet allemaal komen vanavond. Het staat helemaal vast overal in Nederland. De film gaat zo meteen afspelen. Er wordt afgespeeld natuurlijk. Wat gaat er verder gebeuren? Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Dit is echt voorlopig een eenmalig iets. Daarna gaan we in gesprek natuurlijk met distributeurs. Of dat we de film misschien on demand kunnen laten zien. Maar dat weten we nog niet zeker. Dus dat is onduidelijk. En hebben jullie plannen om andere films te gaan maken? Misschien. Daar kunnen we nog niet te veel over zeggen. Maar het is wel iets wat we zouden willen doen. Eerst maar even deze première afwachten nog, denk ik dan. Ja, eerst maar even dit afkrijgen en dan kijken we daarna wel weer verder. Wat is er nou? Kijk, joh.